Ja, bij mij aan tafel, Anita Limburg. Welkom, jij bent voorzitter van BRAM. Ja. Dat zegt misschien niet heel veel mensen iets, maar als jij vertelt waar dat voor staat, dan zegt het ons allemaal wat. Nou, BRAM is de beroepsvereniging voor rondleiders, museumacteurs en museumdocenten. Ja, wat zijn museumacteurs eigenlijk? Wat doen die? Nou, die verzorgen een theatraal programma in een museale setting. Dus ja. Dat kom je tegen bij het Tropenmuseum bijvoorbeeld, maar ook bij het Rijksmuseum en andere musea in Nederland. Ja, want waarom was daar een organisatie voor nodig? Nou, we merkten op een gegeven moment dat er problemen speelden bij een museum in Amsterdam. En ik werk zelf bij verschillende musea en zag dat die problematiek eigenlijk bij allerlei musea voorkomen. En omdat we allemaal ZZP'ers zijn, durven mensen soms niet altijd een kritisch geluid te laten horen. Maar als je verenigt, wat we nu ook allemaal aan het doen zijn deze week, dan komt je stem krachtiger over. En daarom zijn we opgericht. Want waarom? Wat voor stem willen jullie laten horen dan? Wat is er belangrijk om aandacht op te vestigen? Nou, wij vinden het belangrijk. En daar is ook niet alleen door ons hoor, maar ook door heel veel musea in Nederland. Om te beseffen, om mensen te laten beseffen, dat het rondleiden, dat een vak is. Dat dat niet iets is wat iedereen kan doen. Ja. Maar dat je daar speciale vaardigheden voor nodig hebt, didactisch, maar ook inhoudelijke kennis. En daar zijn dus, om dat vak serieus genomen te laten worden, was het nodig om die stem te verenigen. En daar zijn we eigenlijk goed op weg. Ja. Het is alleen dan nu dat de crisis is toegeslagen, dat het allemaal stil is komen te staan. Ja. Hoe ben jij, want jij leidt mensen rond ook. Ja. Hoe ben jij daarin gerold? Nou, bij mij begon het eigenlijk als een heel handig baantje erbij. Omdat ik moeder was van jonge kinderen. En ik ben van kinds af aan eigenlijk door mijn opa opgevoed met een liefde voor mooie dingen. Ja. Hoeft niet schilderij, kan van alles zijn. Dus het was eigenlijk wel voor de hand liggend dat ik dan ook in een museum terecht zou komen. Ja. Ja. En dan is een rondleiden heel breed. Want dan moet je over heel veel dingen veel weten. Ja. En je moet nog wel een beetje sociaal onderlegd zijn om een beetje leuk met mensen te kunnen communiceren. Nou, dat zijn een paar van de vaardigheden waardoor je een goede rondleider hebt. Maar niet alleen dat. Je bent ook, het is ook noodzakelijk, zeker vandaag de dag, om op de hoogte te zijn wat er allemaal speelt. En gisteren hadden we de demonstratie op de Dam. Ja. En het koloniaal verleden, maar ook inclusiviteit. Dat zijn allemaal onderwerpen die bij ons ook aan bod komen naar aanleiding van de kunst. En het mooie van de gesprekken die wij houden is dat iedereen daar een stem in heeft. En dat mensen, jong en oud, ook leren om waarheden die een persoon heeft, dat die naast de waarheid van een ander kan bestaan. Dus het is veel meer dan alleen maar feitjes of inhoudelijke kennis geven over een kunstwerk waar je mee bezig bent. Maar dan moet je echt heel breed onderlegd zijn. Ja. Toen de musea dichtgingen, betekende dat dus voor heel veel van de mensen die aan jou verbonden zijn, aan de stichting, onmiddellijke stop van al het werk? Ja. En dat was echt op 12 maart om 5 uur was de persconferentie dat het dicht zou gaan. En dat betekende echt, je voelde het wel aankomen hoor, dat groepen afzeiden al in maart. Ja. Maar dat betekende echt van de een op de andere dag geen werk meer. Ja. Maar het heeft, want gisteren zijn de musea weer open gegaan. Dus ik kreeg heel veel enthousiaste reacties van nou wat fijn dat je weer aan het werk kan. Maar wij zijn ZZP'ers en groepen komen niet. Dus jullie zijn de eerste die er ook uitvliegen? Ja. Of niet meer worden ingehuurd? Niet, we worden niet meer ingehuurd. Ja. En we worden pas weer ingehuurd als er weer groepen gaan komen. Dus dat betekent, het zijn niet alleen scholen die wij ontvangen, maar ook toeristen uit het binnenland en ook uit het buitenland. Dus dat betekent dat deze coronacrisis eigenlijk voor ons veel langer gaat duren dan tot 1 juni. We zijn nog lang niet aan het werk. En daar ook, hè, want dan zie je dus hoe belangrijk dat maatwerk nodig is, hè, om al deze groepen te kunnen bedienen. Want jullie zullen ook tussen wal en schip vallen in al die maatregelen die er zijn genomen. Ja. Ja, dat we, de omzetverlies is 100% voor velen van ons. En wat je wel ziet is dat musea, sommige musea echt actief ook meedenken van hoe ze ook de oproep van de regering gehoord hebben. Hoe ze ons ook actief kunnen blijven inzetten. Ja. Maar ja, dat zijn natuurlijk kruimels die je hebt. En ja, er zijn veel mensen die tussen wal en schip vallen. Maar en hoe zie jij het dan voor je? Want wat zou er volgens jou idealiter moeten gebeuren de komende maanden?
Nou, ik hoop eigenlijk dat veel musea of andere culturele instellingen die denken dat dat rondleiden, nou, om geld te besparen, dan doen we dat zelf wel. Dus dan wordt er een conservator of iemand die een leuk verhaaltje vertelt, wordt naar voren geschoven. Ja. Maar je merkt sowieso het contact met het publiek, maar ze missen ook die sociale vaardigheden. En ik hoop eigenlijk dat musea gaan nadenken van hoe kun je wel die rondleiders inzetten, dat het zowel ook voor het publiek betaalbaar is en inhoudelijk ook goed is. Ja. Om een voorbeeld te geven, het Stedelijk Museum in Schiedam heeft de tandem rondleiding bedacht. Dat betekent dat je met z'n tweeën, een koppel, mag met een rondleider over zaal voor het uurtarief wat de ZZP'er verdient. Dus het museum heeft ervoor gekozen om daar zelf niks aan te verdienen, waardoor toch de ZZP'er, die hoeft ook niet voor een lager tarief te gaan werken, aan het werk kan blijven. Dus ik hoop dat dat soort initiatieven meer opkomen. Want stel dat ik dat zou willen, dan betaal ik, wat betaal ik dan? Nou, dat zal variëren tussen de 40 en de 60 euro. Precies, en dan krijg ik een uur lang een privé-gids. Wat natuurlijk heel aantrekkelijk is. Ja, hè? Ja. Want heb jij, want je zei al, jullie zijn eigenlijk dan de eerste die niet meer worden ingehuurd. Heb je alweer gewerkt sinds maandag? Nee, ik heb nog niet gewerkt. Is... Maar omdat vanwege Bram ben ik net zoals 40 andere verenigingen erg actief bij de Creatieve Coalitie. Ja. Dus ik heb me wel bezig gehouden met het vak en met wat we verder moeten. Ja. Maar nee, ik heb niet gewerkt. Want staat er nu iets in de agenda dan voor jou? Nee. Hoe ervaar jij dat? Persoonlijk vind ik het ook wel prettig, omdat het me de mogelijkheid geeft om me te verdiepen in andere dingen die ook met het vak te maken hebben. Ja. Met andere technieken over hoe ga je met kunst om. Ja. Dus dat vind ik prettig dat ik daar de tijd voor heb. Ik heb ook een buffertje, dus ik kan me dat ook permitteren. Maar ik maak me vooral heel veel zorgen over al die leden die dat niet hebben. En ben wel actief aan het nadenken samen met onze club van hoe moet dat vanaf september? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dat wel weer aantrekken? En dat we ook laten zien wat het belang is van ons vak. Ja, ongelooflijk goed dat je hier bent vandaag. Ook om te laten zien hoe breed het is. Hè, waar we allemaal in werken in de cultuur. En hoe je dan tussen het wal en schip kan vallen als er geen oog is voor deze doelgroep. Namens hoeveel leden kan jij jouw naam vandaag op het bord schrijven? Nou, ik mag ook de Nationale Gidsorganisatie vertegenwoordigen. Samen met Bram en Guidoor vertegenwoordig ik. En dan heb ik eventjes de Facebookleden voor het gemak meegenomen, 600 leden. Dat vind ik een prachtig aantal. Dus ik zou zeggen, ga naar het bord. Heel veel succes de komende maanden. Dank je wel. En ik hoop dat er snel wat voor jullie verandert. Ja, nou, kom vooral. Ik kom en ik huur een gids in. Dank je wel.